De leraren van de middelbare scholen zullen hun actie onverkort voortzetten. Dat deelde de voorzitter van de Bond van Leraren, Rishma Mangre, vandaag mee tijdens een algemene ledenvergadering. De leraren die sinds 1 oktober in actie zijn, waren vanmorgen bij elkaar om de Internationale Dag van de Leerkracht te vieren. Sinds de acties zijn begonnen, heeft de Bond geprobeerd te communiceren met de onderwijsminister Lilian Ferrier. Echter is hiervan niks terechtgekomen, zegt de... We hebben er zowel in schrift als in woord aangegeven wat de problemen zijn. En tot nu toe hebben we geen antwoord gehad van de minister. De minister heeft ons gedwongen om in een snellere versnelling te gaan. En dan over te gaan om kracht bij de eis te zetten. Vandaar dat we zijn overgegaan tot het voeren van acties. U begrijpt, wanneer belangen van het leraren in het geding zijn, dan zullen wij zeker als belangenorganisatie er niet voor schromen om op te komen voor deze leraren. En dat hebben we gedaan. Vanuit het ministerie zijn er een heleboel steken gevallen, zeker ten aanzien van de kwestie OD's. Wat ik vandaag hier uit de doeken wil doen, is dat er pas eergisteren een sollicitatiebrief is gekomen. Een openbare sollicitatiebrief voor de avondhoofdakte. Terwijl we van de minister hebben begrepen, mensen zijn geballoteerd en er was al een directeur geplaatst op die school. Terwijl nu pas een openbare sollicitatie de deur is uitgegaan. Mangre haalde verder aan dat het ministerie steekspelletjes speelt met de leraren. Zo worden niet gekwalificeerde leerkrachten aangetrokken om posities te bekleden waarvoor ze niet zijn berekend. Gekwalificeerde leerkrachten worden daarentegen op een zijspoor gezet. Mensen zijn nog studerende en worden in dienst genomen op de middelbare school. En mensen met een MOB zitten dan op een MULO-school, die worden niet eens in dienst genomen. Pas wanneer het onder de aandacht wordt gebracht van de minister, dan pas gaat mijn moord en brandweer gaat mij dan ad hoc onder druk brandjes blussen en mensen aannemen. Zo werkt het niet. We moeten in dit land leren om te gaan naar structurele oplossingen. En beleid maken. En vooralsnog hebben we gezegd, we kiezen het pad van dialoog. Wat er zich heeft afgespeeld, is dat we vrijdag uit elkaar zijn gegaan, de bond en de minister, dat we voor een oplossing gaan zorgen. Wat is onze verbazing? Dat wij de gesprekspartner zijn van de minister en de minister zondag zonder de bond op de hoogte te stellen wat nog een oplossingsmodel is, de directeuren heeft geroepen en met een oplossingsmodel is gekomen. Ik heb ook met de directeuren gisteren gesproken en de directeuren hebben ook aangegeven dat dit systeem niet werkt. Het is niet werkbaar. Aldus de voorzitter van de BVL, Rishma Mangre, vandaag tijdens een algemene ledenvergadering in verband met Dag van de Leerkracht. De acties op de middelbare scholen gaan onverkort door.